Hallo iedereen. Ik zit, net zoals jullie, nog altijd thuis. En normaal gezien ga ik langs bij organisaties die gesteund worden door alle spelers van de Nationale Loterij. Maar het is logisch natuurlijk dat dat nu niet gaat. Een tijdje geleden ontmoette ik Veronique en zij vertelde mij haar persoonlijk verhaal over haar strijd tegen borstkanker. Ik heb een hele tijd niet graag geshopt, omdat ik me een beetje schaamde voor mijn lichaam. Ik heb borstkanker gehad en een dubbele mastectomie. Ja. Nu, je hebt niet gekozen voor een reconstructie. Nee. Leven zonder borst. Ja, voilà. En dat lukte ook. Maar elke avond opnieuw en elke morgen opnieuw die confrontatie met dat lichaam in de spiegel. Ja. Ik heb op Google ingegeven alternatieven voor borstreconstructie. Ah, ja. En een van die sites was mastectomie tattoo. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik ook niet. Dat was echt... Oh, ik had zoiets van, wauw, dit wil ik. Wauw, mooi. Nu zie ik geen littekens meer. Ik word niet meer constant herinnerd aan die kanker. Maar oké, ik zie nog wel altijd dat ik geen borsten heb. Maar er staat nu iets moois in de plaats. Ja. Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het vandaag gaat met haar. En ook met Pink Ribbon natuurlijk. Dus we gaan ze gewoon een keer bellen. Hallo, Veronique, hey. Dag Julie, hey. Zeg, en hoe is het met u? Goed, goed. Zeg, Veronique, sinds ons gesprek zit ik veel meer aan mijn borsten. Hè. Dus dat heeft allemaal wel invloed gehad op mij. Hoe is het met Pink Ribbon nu? Het is niet omdat er nu dat virus is, dat borstkanker op de achtergrond verschuift. Het blijft nog altijd een van de meest voorkomende kankers bij dames. En momenteel zijn er 100.000 dames in behandeling. Dus het blijft super belangrijk om aandacht daarvoor te hebben, omdat we blijven sensibiliseren. Wij zetten nu heel veel in op sociale media en online digitale tools. Hè. De mammoquiz is een heel belangrijke, dus dan kan je online de quiz doen en daar leer je eigenlijk heel veel bij over welke signalen zijn er, wat is belangrijk waarmee ik naar een dokter ga. Maar we hebben ook een nieuw project ondertussen en dat is het 9 alarmsignalen project. En eigenlijk zijn dat 9 signalen die kunnen wijzen op borstkanker. De meeste vrouwen denken van, oh, als ik kanker heb moet ik een knobbeltje voelen. Maar er zijn ook andere dingen die wijzen op kanker. Dus we hebben nu dat project opgezet met steun van de spelers van de Nationale Loterij. Heel belangrijk dat we die steun krijgen. Want anders kunnen we zulke projecten en campagnes niet opzetten. Zeg en Veronique, jullie raden ook aan om allemaal in beweging te blijven? Ja, dat is heel belangrijk. Zeker voor mensen die in behandeling zijn voor kanker. Bewegen is voor alles goed. We hebben nu ook de Roze Mars bijvoorbeeld. Dat gaat altijd in mei door. Omwille van dat corona-gedoen hebben we dat nu verschoven naar oktober. En we stimuleren dan iedereen om 10.000 stappen per dag te zetten. Oké, Veronique, dus ik heb begrepen. Iedereen marcheren in oktober. En voor nu... Hou je borsten in de gaten. En ga vooral naar onze website, Julie. Daar vind je alle info terug over de mammoquiz en over de 9 signalen project. Houd je daar goed, hè, Veronique. Ja, dat gaan we zeker doen, Julie. Jij ook, hè. Dag.